Ik sta vandaag in Schaarsbergen voor de Nieuwe Wets TV, hier op de Oranje Kazerne, voor het Serious Gaming Center. Nou, we gaan hier zo naar binnen om onder andere te praten met een medewerker van hier over de VBS 2. En de VBS 2 is een nieuw systeem van de landmacht en eigenlijk van Defensie, waarmee ze real-time situaties kunnen oefenen in een gamingomgeving. Adjudant, we hebben net een mooie simulatie gezien. Kan je iets meer vertellen over het systeem? Ja, het is het Virtual Battlespace 2 heet dat. Dat is een systeem wat eigenlijk door de hele NATO op dit moment gebruikt wordt. Het systeem is niet alleen maar in staat om zeg maar, een mooi terrein te maken, maar het kan ook echt terrein, zoals we dat hier in Nederland of waar in de wereld hebben, kunnen we digitaal maken. Nou, op het moment dat je een digitale wereld hebt, kun je daar al je training in doen, zoals je dat ook in de echte wereld doet. Dus dat gaat zich, zeg maar, het ondersteunt opleiding van de soldaat die nog niet helemaal niet eens weet wat hij moet doen. Tot en met de hoogste generaal die een keertje met al zijn commandanten een simulatie wil doorlopen om te kijken of zijn plan goed is. Gaan wij dan straks onze militairen niet meer op oefening sturen en gaan ze alleen maar oefenen via een systeem? Nou, ik wou dat het waar was, maar dat betekent namelijk ook dat de vijand alleen nog in zo'n systeem moet. Dan hoeven we namelijk niet meer op elkaar te schieten. Dat zou heel goed zijn. Nee, maar de praktijk is dat het echt gewoon een aanvulling is op bepaalde trainingen. Kunt u voorstellen dat als je geen beeld hebt hoe een oefening is, dan moet je eerst een boek gaan doorlezen, dan moet iemand je dat uit gaan leggen. En dan als je dat de eerste keer gaat oefenen, dan ben je buiten in het veld op oefening. Maar dan ben je waarschijnlijk na 3 dagen ben je best moe, je bent nat. En dan leren mensen gewoon niet goed. Dus wat je doet is alle procedures al helemaal in de virtuele wereld trainen. En als je dan naar buiten gaat, ja, dan kun je bij wijze van spreken korter op oefening. Omdat je eigenlijk al precies weet wat je moet doen. Alleen dan krijg je ook nog een keertje de andere dingen erbij, zoals de elementen en de vermoeidheid. En hoe ver gaat dit wereldwijd spelen? Het is Nederland dus een beetje voorloper nu? Nou, in wezen is de NATO heeft het als standaard. Dat betekent dat je alle NATO-landen dat samen kunnen spelen. Maar zover zijn we nog niet. Nederland is het eerste land in de wereld wat het op een militair beveiligd netwerk heeft. We hebben al een sessie gehad tussen Curaçao en Amersfoort en dat werkte eigenlijk perfect. Dus wij kunnen straks gaan, of tenminste onze militairen kunnen straks gaan oefenen op een beveiligd militair netwerk, wereldwijd, ook met andere landen? We doen het nu al, kunnen we het al, met onze eigen systemen. Maar er zit nog wat anders, dus je kunt niet zomaar zeggen tegen Amerika, we willen graag bij jullie beveiligd netwerk binnenkomen. Daar zitten nog wel wat spelregels tussen. Maar we kunnen wel al sowieso in een neutrale omgeving die wat minder beveiligd is, scenario's die niet zo heel ruim zijn en gebieden die ook niet zeg maar, super beveiligd zijn, kunnen we al sowieso trainen. Is ook al gebeurd met 140 man tegelijk, Amerikanen, Engelsen en Canadezen in één systeem. Wat is jouw ervaring tot nu? Nu? Op zich, het is best goed in elkaar gezet, dit spel. Is dan qua realisme een beetje vergelijkbaar met het echi? Nou, in het echt is het altijd wel anders. Dus, maar qua tactieken dan zou het wel kloppen, zou ik zeggen. Het is wel goed om tactieken bijvoorbeeld te oefenen. Voor mensen een beter plaatje te schetsen, zou ik zeggen. Over hoe acties moeten verlopen. Dus op zich, het is wel handig. Dus.